Mijn actieteam is ontslakken. En ontslakken betekent in dit geval, heeft vooral betrekking op de overheid, gemeentelijke overheid. Als er een investeringsplan komt bij de gemeente, hoe ze dat dan tegemoet treden. En wij vinden dat dat sneller kan, sneller moet. Dat de kosten omlaag moeten van de behandeling van zo'n plan. En dat de plannen, de bestemmingsplannen die de gemeente heeft, dat die flexibeler moeten zijn. Het zijn oude bekende hits. In de afgelopen 30 jaar zijn er allerlei normen, ambities, procedures bedacht. Een gevolg van de welvaart. Het is een maatschappelijk verschijnsel. Verwijten dat ook die gemeenten en die overheden helemaal niet. Maar nu moet het anders en moeten we sneller zijn. Sneller betekent sneller een onherroepelijke omgevingsvergunning. En dan kan je financiering krijgen als investeerder. De kosten moeten met zeker 20% omlaag. Ook de proceskosten, niet alleen de bouwkosten en de grondkosten. En flexibiliteit houdt in dat je een plan rap kan aanpassen aan de voorkeur van bewoners, kopers, huurders, beleggers. Dat is de doelstelling en we ontmoeten heel veel positieve respons bij de overheden. En dat is opmerkelijk, want ik ben al een tijd lang met deze materie bezig. En nu vinden we verankering. En dat komt omdat een aantal gemeenten zegt, die investeringen die er nog zijn, die willen wij faciliteren, zoals dat heet in het jargon. En in de tweede plaats, heel simpel, de bezuinigingen. Men moet ook als gemeente en provincie preciezer zijn, wat is nu echt het publieke belang? En daarvoor gaan. En niet dat hele brede scala wat we wel aanduiden met het drama van de goede bedoelingen. Daarvoor hebben we een aantal voorstellen ontwikkeld. Dat kan per gebied gaan in de gemeente. Dat kan ook een bepaald aspect zijn. Bijvoorbeeld parkeerbeleid, milieubeleid, groenbeleid. Om dat weer terug te dringen op de kern van waar het echt om gaat. Dat is per gemeente verschillend. We hebben 8 pilotgemeenten. Ons rapportje was al heel snel klaar, maar met die boodschap gaan we nu die gemeente in en helpen die gemeente om dat daadwerkelijk te verankeren en om dingen te veranderen. En dat kan ook alleen maar met akkoord van de gemeenteraad. Een aantal andere gemeenten staan te trappelen om ook mee te doen, dus er zit veel energie op dit thema. Als laatste wil ik zeggen dat dat alleen maar lukt als we die regels van de dans veranderen door één partner, dat die andere partner, veelal marktpartijen, bouwers, ontwikkelaars, beleggers, ook anders moeten acteren en beter rekening moeten houden met de echte publieke belangen. Openheid van zaken moeten geven, transparant moeten zijn als zij vragen, doe die grondprijs omlaag. Moeten zij zelf ook zien op welke punten zij financieel tegemoet komen. Nou, dat is het totale scala van onze actie ontslakken. En we hebben er veel zin in om na het rapportje nu vooral de praktijk in te gaan.